Welkom bij deze video die gaat over serieschakelen. In deze video zal ik aan de hand van een voorbeeld jullie een uitleg geven over hoe een serieschakeling werkt en hoe je daaraan kan rekenen. Allereerst wil ik met de praktijk beginnen. Een praktijkvoorbeeld van een serieschakeling is bijvoorbeeld een ledlamp die achter elkaar geschakeld zit. Dat achter elkaar geschakelde, dat noemen ze ook wel seriegeschakeld. Ons voorbeeld bestaat uit drie weerstanden. Die weerstanden die heten R1, R2 en R3. De gegevens die we hebben gekregen uit de opgave zijn als volgt. Deze R1 is 4 ohm, R2 is 7 ohm en R3 is 2 ohm. We hebben daarbij ook een spanning meegekregen en de spanning die over deze weerstand staat is 14 volt. Let goed op bij de uitleg, daar staat bij U2, dus alleen de spanning die daar overheen staat. Dit zijn alle gegevens en we gaan nu nou, wat willen ze eigenlijk weten van ons? Gevraagd. Ze willen de stroom weten, I. Ze willen de spanning weten, U1. Spanning U3 en de spanning U totaal. Die spanning U totaal, dat is de spanning die wordt geleverd. Dus die staat hier. Spanning U1 is deze en de spanning U3, dat is die. We kunnen beginnen met de oplossing bij de I, de stroom. Oplossing. I. I is U gedeeld door R. Dus de spanning delen door de weerstand. U gedeeld door R. Maar ja, welke U, welke R? Hier zie je dat we twee bekenden hebben. Dus U2 en R2 zijn alle twee bekenden. Dus dan kunnen we de ene onbekende uitrekenen. Dus dat is U2 gedeeld door R2. Heel belangrijk. 14 volt gedeeld door 7 ohm. Dat komt uit 2 ampère. Dat is wel belangrijk. Bij serieschakelen is namelijk de stroom overal gelijk. Dus hier loopt de stroom van 2 ampère, de I. Die stroom loopt hier nog steeds van 2 ampère. En die stroom loopt hier ook. Waar je ook kijkt in deze schakeling, loopt die stroom van 2 ampère. Nu we de I weten, kunnen we ook de deelspanning uitrekenen. Dus U1 en U3. Dat noemen we deelspanningen, omdat het een deel van deze schakeling is. En omdat de spanning verdeeld wordt daarover. Ik doe het even met groen. U1 is I, de gewone I, we hebben maar één I, maal R1. R1 is 4 ohm, dus dan is het 2 ampère. Keer 4 ohm is 8 volt. De volgende, U3, I maal R3, 2 ampère keer 2 ohm, kom ik uit op 4 volt. Ik schrijf het er even bij, netjes in het schema. 8 volt, U1 en U3 is 4 volt. Nou, het schema is bijna compleet. Nu kunnen we ook nog de totale spanning berekenen. Even met een andere kleur. De U totaal. Nou, dat kunnen we doen door deze spanningen bij elkaar op te tellen. Nou, dat is niet zo moeilijk, denk ik. U totaal is U1 plus U2 plus U3. Dat is 8 volt plus 14 volt plus 4 volt. Even rekenen. Het wordt 12 plus 14, 26 volt. Dat is de eerste manier waarop we de totale spanning kunnen berekenen. De andere manier is, weer met de wet van Ohm.
Je kent hem inmiddels. 2. De manier u totaal is i maal r totaal. En die i, die was in ons geval 2 ampère. En die r totaal, moeten we even tussen haakjes zetten, moeten we even de weerstanden bij elkaar optellen. Bij serie schakelen mag dat, dus je mag gewoon de weerstanden bij elkaar optellen. Dan hebben we 2 plus 7 is 9. Plus 4 is 13. Ik schrijf het even voluit hoor. 4 plus 7 plus 2. Dat is dus 13 ampère, 13 ohm. 2 ampère keer 13 ohm is inderdaad weer 26 volt. Je ziet dat deze twee waarden uiteraard gelijk zijn. Dus dan kan je concluderen dat je het goed gedaan hebt. Er is ook nog een praktijkvoorbeeld van deze serieschakeling. Die kunnen jullie ook nog bekijken. Bedankt voor het kijken.